Vlaardingen heeft heel wat te stellen gehad met het definitief verbieden van de vreugdevuren. En ik wilde hier komen om daar met de mensen over te spreken. Final Fate. Klinkt allemaal heel onheilspellend. Ja. Ik hoop dat dat er niet is. Dat we het jaar goed in kunnen luiden. En niet, Nu is het heel koud. Het lekwater is rond de 4 graden ongeveer. En buiten is het ook niet echt heel lekker warm of zo. Welkom bij het Rijnmond Nieuws. Het is weer de laatste dag van het jaar en traditioneel gezien gaat er weer voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in. Helaas is er traditioneel gezien ook altijd wel iets te doen hier in het oogziekenhuis. Straks heb ik afgesproken met oogarts Tjeerd de Faber, maar nu eerst het nieuws uit de rest van de regio. Bent u vandaag hier in Vlaardingen? Waarom specifiek naar Vlaardingen gekomen? Vlaardingen heeft heel wat te stellen gehad met het definitief verbieden van de vreugdevuren. En ik wilde hier komen om daar met de mensen over te spreken. En ze ook voor vannacht, en het zal best nog een spannende nacht worden, om zijn hart onder de riem te steken. Ik heb ook nog gesproken met de burgemeester. Die heeft die vreugdevuren verboden. Zelfs bedreigingen aan het adres van de burgemeester. Heeft u nog gesproken? Ik heb met haar gesproken en ze zat ook naast mij. Was mijn gastvrouw vandaag. We hebben goed gesprek met elkaar erover gehad. En ik waardeer het enorm dat zij zich hier gewoon zo voor inzet. En dat doet zij in haar functie. En dat mogen we alleen maar als samenleving. Of je nou voor of tegen die vredevuren bent, dat mag je alleen maar gewoon respecteren. Dat iemand gewoon de verantwoordelijkheid neemt en zegt, luister eens, er gebeuren gevaarlijke dingen rondom die vreugdevuren. Er werd steeds zwaarder vuurwerk ingezet. Dat leidde tot echt groot gevaar voor mens en dier. Maar het leidde ook tot heel veel overlast. Nou, dan vind ik het heel goed dat een bestuurder zegt, nu gaan we er niet mee verder. Als we nu kijken naar het nationaal vuurwerk van vanavond, dat kan gewoon doorgaan. Er zijn de afgelopen dagen in Rotterdam een aantal verdachten aangehouden. Ook vandaag weer, die te maken hebben met voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Alles kan gewoon doorgaan, het is veilig. Nou, daar zijn hele nauwkeurige afwegingen over gemaakt. En daar is ook goed opgevolgd door de lokale Rotterdamse driehoek. Hè, de burgemeester, de politiechef en de officier van justitie. En als er zo'n groot evenement is, moet je natuurlijk wel kunnen kijken hoe ga ik verder. Maar ik vind ook, natuurlijk moet je wel zien of je echt een zaak hebt en niet al te lichtvaardig gaan. Dat is duidelijk. De politie heeft vandaag in Rotterdam een 24-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. De man werd aangehouden in een winkel aan de Reuzendermansstraat in Delfshaven. Later werd zijn woning aan de Diergaardensingel doorzocht. De politie heeft computers en andere spullen meegenomen. Het onderzoek naar deze verdachte staat los van het antiterreuronderzoek van afgelopen zaterdag. Bij dat onderzoek werden 5 verdachten gearresteerd, 4 in Rotterdam en eentje in Duitsland. Oud en nieuw is natuurlijk één groot feest, maar het heeft ook zo zijn keerzijde. En daar weten ze hier in het oogziekenhuis van alles van. En ik heb nu afgesproken met oogarts Tjeerd de Faber. Oud en nieuw komt er weer aan, hè? Het vuurwerk dus ook. Is het oogziekenhuis er weer klaar voor? Ja, we zijn er weer klaar voor. Van oudsher hebben we hier een dubbele bezetting. En we zien dan in de loop van deze avond, deze nacht, de oogslachtoffers helaas weer deze kant op komen. Maar we zijn er klaar voor. En op zo'n avond als oud en nieuw, wat zie je dan allemaal als oogarts? Nou, wat je ziet zijn tussen de 10 en 15 oogletsels gemiddeld, hè, over de laatste 10 jaar gemeten. En dan zijn daar gevallen bij waarvan je zegt van nou, 2-3 keer spoelen, medicatie erin. Maar je hebt er ook bij waarvan je zegt van nou, ik weet niet of dat dit oog het gaat redden. En dat is vaak 1/3. En nou, dit jaar hebben we al 1 blind oog binnen. De bril heeft wel zijn intrede gedaan. Ziet u dat ook terug? Ja, de vuurwerkbril moet ik zeggen, die kan 80% van alle oogletsels voorkomen. En met name in deze regio heeft de gemeente Abu Talib was hier 6 jaar geleden. En die heeft toen gezegd, hier moeten we iets aan doen. En al 6 jaar lang worden vuurwerkbrillen op lagere scholen of basisscholen uitgedeeld. En ik moet zeggen, dus die hele kleine kinderen, hè, kinderen van 3 die ik als patiënt heb gehad, dat zien we gelukkig niet meer. Kijk, het wrange is natuurlijk dat je eerst soms heel veel ogen moet verliezen om ergens dan een verbod op te kunnen krijgen. Is dat nu ook het geval?
Nou, ik denk dat met name de politiek moet zich beseffen. Dus ondanks het brisante rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die zegt van oud en nieuw is de meest onveilige dag in het hele jaar, worden toch maar de twee belangrijkste dingen worden gewoon niet overgenomen. Stop met knalvuurwerk, stop met vuurpijlen. Ja, en dan vraag je af, ja, hoeveel kalveren er nog moeten verdrinken voordat de put gedempt wordt? Of hoeveel blinde ogen en hoeveel handen en vingers moet het kosten? Over hoeveel jaar wordt er geen vuurwerk meer afgestoken of alleen maar binnen veilige regio's? Nou, ik denk dat volgend jaar hier in Rotterdam is er een hele belangrijke omwisseling gaat er plaatsvinden. Als het allemaal doorgaat, dat je niet vuurwerkvrije zones hebt, maar vuurwerkzones. Heeft u het idee dat we op een soort kantelpunt zitten nu? Ja, absoluut. Ik hoop dat het voor mijn pensioen geregeld is. Wanneer is uw pensioen? Nou, als dit afgeschaft wordt, dan ga ik met pensioen. En nou, ik denk dat we daar nog een jaar of twee, drie voor nodig hebben, maar dan komt het er wel hoor. Op de laatste dag van het jaar zijn vuilnismannen druk met het legen van afvalcontainers. En ze op slot doen voor de jaarwisseling, uit voorzorg. Ja, zeker weten dat we nog heel druk zijn. Ja, de containers moeten allemaal afgesloten worden. Dus we hebben ze nu net geleegd en de sticker zit er inmiddels op. Dus we gaan het nu op slot doen voor het laatste avondje van het jaar. Om te voorkomen dat er... Dat er vuurwerk ingegooid wordt en brand ontstaat en daardoor schade. En het zou toch zonde zijn. Deze mevrouw heeft nog geluk. En inderdaad, je kan maar beter op je hoede zijn met oud en nieuw. Vandaar dat bijna alle 6800 Rotterdamse containers buiten dienst gaan. Nee, ga er maar vanuit dat je vandaag op 31 december en morgen 1 januari je vuil niet kwijt kan. Dus we vragen de mensen om het echt even in huis te houden. Niet op straat zetten. Ook dat kan gewoon in de fik gaan. Dat is jammer, is niet nodig. Dus houd het even in huis en 2 januari zijn de containers weer open. Dan kun je je vuil weer kwijt. En op de vuilcontainer staat ook restafval is zonde. Scheid je afval en zie je terug als iets nieuws. Nou, dat is wel een goed voornemen voor veel Rotterdammers. Ja, laten we maar gaan scheiden in het volgende jaar. En dan vooral afval scheiden, lijkt me het verstandigste. Weinig moeite, PMD, glas, papier, GFT. We kunnen het allemaal scheiden, we kunnen het ook allemaal kwijt. Dus gewoon even doen. Een goed voornemen waar je op 2 januari mee kan beginnen. Want dan zijn de containers weer open. Nu gaan grote en kleine afvalbakken eerst met preventieverlof. Nog een speciale wens wat betreft de Rotterdammers en hun afval? Ja, tot de mensen een beetje zelf de vuurwerk aan willen vegen. Dat scheelt ons een hoop werk in het nieuwe jaar. Ik ben in Capelle aan de IJssel om te bekijken wat mensen zoal kopen aan vuurwerk. Wat is er populair, wat is er minder populair en wat geven de mensen er zoal aan uit? Wat siervuurwerk en wat rotjes voor een neefje, zeg maar. En mag ik vragen hoeveel geld u heeft uitgegeven uiteindelijk? 120 euro. Final fate. Klinkt allemaal heel onheilspellend. Ja. Ik hoop dat dat er niet is. dat we het jaar goed in kunnen luiden. Ja, niet, En wat wordt er nou het beste verkocht? De trend gaat steeds meer naar siervuurwerk. En de trend wordt ook meer dat het meer mag kosten en dat de kwaliteit beter wordt. Een aantal potten. En wat klein vuurwerk voor de jongens natuurlijk, want die vinden dat ook erg mooi. Dus, Wat komen jullie kopen? Rotjes en Thunderbirds voor mijn zoon. De buiten is in de pocket, zie ik. Ja, dit is binnen. Dat hebben we net gekocht. Wat heb je daar in je hand? Een bril. En wat moet je daarmee doen dan? Nou, voor de vuurwerk om te kijken dat de vuurwerk niet in mijn ogen kan. Ga je zelf geen vuurwerk afsteken? Nee, ik ga zo. Wat is dit nou weer? Nee, we hebben 3 dagen gewerkt. We staan om 5 uur op tot 's avonds laat. Dus ik kan geen vuurwerk meer zien. Hey, ga je de voorraad inrennen, of niet? Ja. Kom op en wij zien je. Nou, Linke. 2, 1, ja! De 13-jarige Lieke Stam sprong op Oudjaarsdag voor de 135ste keer in het water van de Lek. Niet omdat ze zo van zwemmen houdt, maar omdat ze geld wil ophalen voor een goed doel. Voor tienermeisjes in Nicaragua, om die te helpen door huisjes te bouwen om een betere toekomst te geven. Omdat daar meestal heel veel gebroken gezinnen zijn. En daarom gebeuren er ook dingen die
liever niet weer, doordat ze ook stiefvaders hebben en zo. Dus daarom bouwen ze dan aparte kamers of huisjes om hun daarbij een betere toekomst te geven. Ja, ik vind het echt super gaaf. Ik heb er heel veel respect voor. Je moet het dan toch iedere dag maar doen. Het is als een grapje begonnen met lekker weer. Maar als het dan echt koud wordt en donker en je moet dan s'avonds nog het water in of 's ochtends vroeg voordat je naar school gaat, ik moet er niet aan denken. Nu is het heel koud. Het lekwater is rond de 4 graden ongeveer. En buiten is het ook niet echt heel lekker warm of zo. Het is best wel koud om erin te gaan. Alles voor het goede doel. Lieke heeft op dit moment al €1600 opgehaald. Morgen sluit ze haar actie af met een nieuwjaarsduik. Dit was het laatste Rijnmond Nieuws van 2018. Wij van RTV Rijnmond wensen u een geweldig oud en nieuw en alvast een gelukkig nieuwjaar. En ik zie u volgend jaar weer. Tot dan!